nog één tik draaien ermee? Ja, dus ja? Wel, dat zit wel aan het knippen. Dan moet ik naar de knoppen en de camera. Jongens, gaan we weer. Camera set. Luid loopt. Camera loopt. 2, 4, 6, 1, take 1. En... Stilte beneden! Nou, mijn naam is Robin de Ritter, ik ben 26 jaar en ik ben de regisseur van dit team. Wij heten Glanzend Geel en we doen mee aan het Nieuw Filmers One Week Film project. Waarbij wij een van de 7 teams zijn die meedingen naar het grote paradepaadje. En we zijn momenteel op de woensdag beland, waarop wij dus ook gewoon draaien. En het gaat voorspoedig. We hebben een paar kleine tegenslagen, scènes die ineens uitvallen. Sowieso planning. Het is allemaal weer veel te groot. We hebben echt dingen bedacht dat je denkt van ja... Gaat goed op zich. We hebben straks een hele grote kerkscène die we nog moeten doen. En wat ongeveer eigenlijk een derde van de hele film is. En die kerk die, is hier in ieder geval achter mij. Ah, Oké, maar dat is later. Maar de cues, de insluiten, draaien. Ja. Bert komt in beeld. Dat gaat allemaal gecued worden. Want Bert weet niet 100% waar Liz zit. Ja, oké. Ja. Ik ben Sam de Man, ik speel in deze film Leo. Leo is een blinde undercover agent. En om blind te zijn heb ik 2 lenzen ingekregen die mijn ogen eruit doen laten zien alsof ik blind ben. En hier naast mij staat mijn mede-agent. En samen zetten wij de boel op stel. Ja, hè? Mijn naam is Patrick Maaier en ik speel de rol van Bert. En Bert is de bediende van Graaf Pravda. En ik bedien de graaf op zijn landgoed en landhuis. En er gebeuren wat rare dingen, want een of andere inspecteur komt langs. Allemaal rare dingen, beestjes, mensen. Geen idee waar het allemaal naartoe leidt. Maar dat het een leuke film wordt, dat is zeker. Ik ben Liz Begeer en ik ben bijna elf. En ik speel agent. Ik wil heel graag een keertje op een missie gaan als agent, jonge man, eigenlijk meisje. En ik ga met Leo, agent Leo, ga ik hem op stel te zetten. Q. Letterlijk, ik zeg het letterlijk. Ik zeg Q.